probeer eigenlijk die grote meerval eruit te halen. Terwijl hier wat te vangen. Ja. Die vis die kijk, je ziet helemaal niets, geen ene meer. Vorige week zijn de laatste twee zwanenjongen verdwenen. Er waren vijf jongen hier. En binnen twee weken zijn er vijf jongen opgegeten. Ja. Er zou een visser zitten bij het oude Rabobank kantoor. Nou, die zou met zeven hengels zitten. Nou, dat is onmogelijk dat vergund is. Die kan op zijn max drie hengels hebben. Nou, het ligt eraan of die met meer personen is natuurlijk. Maar zeven is onmogelijk dat daar een vergunning voor afgegeven is. Alle reden dus om polshoogte te gaan nemen. Hoi. Een hele goede dag. Wij zijn van de handhaving. Buitengewoon opsporingsambtenaar, gemeente Deventer. Goedendag. Goedendag. Wij kregen een melding dat je hier aan het vissen was met wat meer hengels dan twee. Nou zie ik er volgens mij drie in het water liggen. Drie hengels mogen, maar verderop staan er nog meer. Ja, je hebt een derde hengelvergunning en een nachtvisvergunning in ieder geval. Ja, alleen verderop staan er ook nog hengels. Dan hebben we er vier hengels. Vijf. En je mag met maximaal drie vissen. Ja, dus dan krijg ik helder bij jou dan. Ja. Ja. Krijg je wel een proces verbaal voordat je vist met meer dan drie hengels? Daar heb ik wel identiteitsbewijs nodig. Of in ieder geval iets waar verder je naam op staat. Ja, dat is deze. Dit is de enige? Ja, ik moet met mij naar huis rijden, kan ook, maar... Dat gaan we niet doen. Dan neem ik aan dat jij gewoon eerlijk je gegevens opgeeft. Die ga ik wel even verifiëren. Dus wat zijn uw voornamen? De man reageerde erg netjes, was blij met onze controle. Ik denk dat hij wat minder blij gaat zijn als hij de accepteerkaart binnenkrijgt. Maar de meeste vissers die wij altijd spreken zijn heel blij dat wij controles uitoefenen. Omdat er ook een heleboel mensen zijn die de regels aan de laatste lappen. Nou, daar was deze man er eentje van. Al snel blijkt dat de man op een missie is. Ik probeer eigenlijk die grote meerval eruit te halen. Terwijl we hier wat te vangen. Ja. Die vis kijk, je ziet helemaal niets, geen ene meer. Vorige week zijn de laatste twee zwanenjongen verdwenen. Er waren vijf jongen hier. En binnen twee weken zijn er vijf jongen opgegeten. Ja. En er zitten iets van denk 25 grote meervallen van boven de 1,50 tot met 2 meter. Van eentje groter is dan boven. Nou, een tijdje terug zijn ze hier ook al wezen filmen. Ja, en de intenties van deze visser zijn sympathiek. Maar toch zal ook hij niet onder de sanctie uitkomen. Sinds wanneer zit je hier dan nu? Al zijn er 5 dagen, joh. Al zo lang? Ja, ik wil niet meer werken. Ik wil eerst die grote vis vangen. Ja. Ik zit al 10 jaar op die grote vis. Ieder jaar zit ik 3-4 dagen lang. Zit ik onder deze treurweer of onder andere treurweer verdekt opgesteld op meerval te vissen. Sinds 2 jaar dat je hier nou mag vissen, doet iedereen het. Mensen haken wel, iedereen haakt meerval. Het eruit halen is het tweede, weet je wel. Ja. Maar hij heeft last van... helemaal geen controle gehad van collega's van mij? Nee. Okay. Ik heb nooit controle van jullie. Ik vind het goed dat ik nou de eerste keer in mijn hele leven fucking controle heb gehad hier. En dat heb ik nooit. Ik krijg nooit controles. Alleen die gaf aan nog nooit gecontroleerd te zijn. Dus ergens snap ik ook best dat hij dan de grens op gaat zoeken. Ik ben niet de antwoorden verplicht. Okay. Voordat je me antwoord geeft, mag je zelfs de advocaat raadplegen op eigen kosten. Oh, nee, joh. Wil je gebruik maken daarvan? Kom maar op. Nee. Wil je dan een verklaring afgeven waarom je met meer dan 3 hengels aan het vissen bent, terwijl je daar geen vergunning voor hebt? Omdat je eigenlijk nooit gecontroleerd wordt en ik eigenlijk heel erg obsessief probeer die grote meerval eruit te halen. Want het water gaat helemaal naar de kloot, er zit niks, geen kleine vis op en er moet een aantal vissen af. En ja, ik heb zoiets van, weet je, hoe eerder die vis eraf is, dan... ik moet gewoon een grote hebben. Die ben ik van plan uitzetten in de IJssel gewoon. Als u 2 hengels inhaalt, dan houdt u zich weer netjes aan de vergunning. En het proces verbaal die krijgt u binnen 4 tot 6 weken ongeveer thuis. Ja? Oké. Okay. De hoogte van de bekeuring is een pittige. Die zit boven de €300 en uit mijn hoofd is die 380. Maar daar durf ik me niet helemaal op vast te pinnen. Het kan ook zijn dat die 340 is. Eentje. Is er met er eentje? Dat is een bad eentje. Ik heb het idee dat meneer wel begreep wat hij fout deed. Alleen ik denk dat hij dat morgen gewoon nog een keer gaat doen. Nou, wij blijven gewoon controleren. En mocht hem weer treffen en hij pleegt weer een overtreding, dan zullen wij op dat moment weer optreden. Toch is de verwachting wel dat als de boete op de mat valt, hij zijn pogingen zal staken. Meer zien? Ga naar kijk.nl. Kijk opent je ogen.